En van harte, goedemorgen, we zijn er weer. Nee, het is goedemiddag nu, hè. Het is al over 12. Welkom bij deze live uitzending vanuit de studio's van DTV hier aan de Beter Wonenstraat. Gisteren hebben we een grote brand gehad aan de Eduard Brumastraat. Het is meer bekend als de Weidestraat. En de politie en de brandweer die waren dus daar vertegenwoordigd. We hebben in de studio de heer Alten Pinas. Hij is voorlichter bij de brandweer, hoofdvoorlichter. En hij gaat ons informeren over wat er allemaal gisteren is gebeurd. Meneer Pinas, hoe gaat het met u? Goed, meneer Gerald. Ja, ja. Kijkers en luisteraars, van harte goedemiddag. Ja. Jullie hebben het druk de afgelopen tijden, zie ik, want laatst me weer het aan mij gaan, ook toe aan de Osso de Bronnen. Ja, ja, enorm druk, ja, de laatste tijden hebben we dat de rode hand zich ernstig misdraagt. Ja. Maar gisteravond hebben we een brand gehad aan de Eribrimastraat. Ja. En het was rond 10:30 toen we de melding kregen. En ja, het was een felle brand. Ja, wat hebben jullie geconstateerd? Het gaat om het pand van Silverbeurt, voorheen een hotel Silverbeurt. Mm. En het pand was niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Het was ook niet verzekerd uiteraard, want als het is aangesloten op het elektriciteitsnet, kan het niet verzekerd zijn. Hij was niet verzekerd en er hebben zich, naar het zeggen van omstanders, hielden daar zich een dak- en thuisloze op. Mm. En vermoedelijk hebben een van hun waren ze bezig met als oorzaak de brand, vermoedelijk hoor, want de officiële oorzaak moet nog vastgesteld worden. Ja, maar niemand woonde dus dan los van die zwervers in dat pand? Nee, los van de dak en thuislozen was er niemand in het pand en omstandigheden zeggen dat ze niet vast daar bleven, maar zo nu en dan, ja, namen ze hun verblijf daarin. Ja. Was het moeilijk om de brand onder controle te krijgen, want misschien haar boel lange kabels. Misschien kan Berto wat beelden in de uitzending zetten. Misschien haar want toe lange kabels lang, no? Ja, moeilijk was het niet. Mm-hmm. Het was wel een brand van grote omvang. We hebben alle zeilen bijgezet. Het is een soort van post-Gemiddellandsweg, de hoofdkazerne. We hebben assistentie gehad van post-Toekomstweg en post Geertvleit hebben we assistentie gehad in de vorm van manschappen die zich dus standby hielden. Ja. We hebben wel, u zag slangformering vanuit Parima, dwars naar het adres. Mm-hmm. De brandweer verkreeg zijn water op drie manieren. Ja. Eén, open water, rivieren, kreken, zoals het zwembad ook. Mm-hmm. Tweede manier is vanwege onze tankwagen. En derde manier vanuit onze brandputten. En we hebben in dit geval op twee manieren gebruik gemaakt. Mm-hmm. Sorry hoor. Ja. Op twee manieren gebruik gemaakt. Eén van onze tankauto's die er waren. Mm-hmm. En ook vanuit Parima open water. Door middel van een dompelpomp hebben we die dan in het water gezet. En dan heb je dat je aan één stuk door 3 tot 4 uren lang een toevoer van water kreeg naar het naar het voorterrein. Maar terwijl brand BD, hè, zag je gewoon die mannen op een gegeven moment gewoon staan. Wat was daar op het moment, die brandweerlieden? Ik dacht, maar weet je, naar Peluku Observatory is dat een brand BD of BAM BD inzichtbaar? Wat is dat ding? Het is dat je, hoe moet ik het zeggen, er waren mannen van Pas Geertvleit die daar stonden eigenlijk voor assistentie. Ja. In geval ze meer manschappen nodig hadden, om het goed uit te leggen. Mm-hmm. Als de brand mag uitbreken, pardon, heb je dat, je hebt ademluchttoestellen die je draagt om je te beschermen tegen de rook en gifgassen. Mm-hmm. Maar zo'n ademluchtfles, bij een brand mag je maar 2 aandoen. Toch? Dus nadat je 2 hebt gebruikt, medisch bekeken mag je geen derde meer gebruiken. Het is niet goed voor je longen. Oh, je werkt te zwaar. Ja, ja, ja. Dus dan heb je dan andere manschappen nodig om te helpen om de brand te blussen. Oh, ja. Voordat je kan zijn dat je bepaalde mensen gewoon ziet staan, dat ze er passief bij zijn. Maar ze wachten op instructies van de bevelvoerder ter plaatse. Dus die mij kinkje naar allemaal kan. Ja, helemaal. Ja, ja. En als je zo'n brand krijgt, hè, met zo'n omvang, wat doen jullie met de andere panden eromheen? Want wees dat je tram aan nakpan, paniek dat je mooi. Als je kijkt naar de aard van de brand, het is een groot gebouw. Ai. Van ongeveer 20 bij 50 vierkante meter. En het is in hout en steen opgetrokken.
Aan de voorkant heb je een restaurant. Ja. En aan de zijkant heb je woningen. Links een huis ook. Dus we werken volgens de kubusgedachte. Boven, onder, links, rechts, voor, achter. Om dan het pand te beschermen. We hebben met man en macht gewerkt. En de brand is slechts beperkt gebleven tot dat gebouw. Oh, okay. Het pand voorin, die restaurant of bar, wat die moet zijn. Daar heb je dat ramen zijn gebarsten door de hitte. Mm-hmm. Maar het is tot daarbij gebleven. Ja, ja. Maar de brandweer heeft goed werk voor je. Grote schade daar? Of wat? Bij het gebouw zelf? Het gebouw zelf? Het is helemaal afgebrand. Helemaal afgebrand? Ja, helemaal afgebrand. En niet verzekerd, was niet aangesloten? Dus op het elektriciteitsnet. Dus eigenlijk niks normaal vindt dat meer? Nee. Ja. Helemaal niet. Maar nadat jullie dit alles hebben gedaan, heb je dus dan het pand daar toch? Het is uitgeblust. Ja. Wat gebeurt er daar nou normaal? Wat doet de brandweer daar nou? Ruimen jullie zelf op? Hoe gaat dat? Nee, kijk, als we klaar zijn met blussen van het gebouw, dan wordt het pand in principe overgedragen aan de politie. Ja. De politie gaat verder instructies geven als vanwege het onderzoek mensen... de bewoners, of de bewoners daar zijn, het pand mogen betreden of niet. Ja. Dus dat stukje verder is daar niet voor. De brandweer na het blussen, dan zijn we klaar. Het opruimen is dan meestal voor de eigenaar van het pand zelf, is niet voor ons. Ja, maar hoe gaat het met het uitdrukken, hè? Je mag hierover praten. Ja. Want soms heb je mensen dat, als jullie een melding krijgen, bijvoorbeeld deze, hoe snel zijn jullie op locatie? Dus het moment de schel gaat, moet het brandweervoertuig binnen 1 minuut op straat zijn. Op straat? Op straat. En als ik zeg op straat, dan moet ik bemand zijn. Alle mannen zijn gekleed in een bluspak. Binnen 1 minuut zijn ze op straat. Maar kan dat? 100%. We zijn professionals. We zijn getraind. Binnen 1 minuut? Binnen 1 minuut. Want de man is doorgehouden en de man weer de klasie. Ja, je mag het checken. Ja, je mag het checken. En het gaat erom dat een... je hebt de arrêt-tijd van 8 minuten, dus binnen 8 minuten moeten we op het brandadres zijn. Maar er zijn heel wat problemen die... Obstakels. Ja, als we kijken naar de boer buiten, het is de enige weg in Suriname met bijna 20 tot 30 drempels. Mm-hmm. U begrijpt, het is moeilijk rijden voor de brandweer met zo'n zwaar voertuig, met manschappen, met 2 kuub water in, steeds over een drempel aan een plateau. En moet je gaan het voertuig gaat eraan, En een ander probleem ook is de Koesewijnenstraat. Daar heb je een vaargeul waarbij de mensen moeten gaan ritsen. En ja, natuurlijk, het is moeilijk. De mensen willen niet opschuiven. We hebben zelfs een voorlichtingsfilmpje gemaakt waarbij we 3 camera's op de hoek hebben gezet. Mm-hmm. En je gelooft het of niet, langer dan 11 minuten zaten we in de file met Louis de Sirene om voorbij dat stukje van Logos te gaan. De mensen willen niet op. Ik had ze begrepen aan de ene kant. De randen zijn hoog. Ja, je kan je onderstel gaat eraan. Ja, en die mensen willen niet opschuiven. Maar moet die situatie nu weer bekeken worden van de Koesewijnenstraat? Als je mij het vraagt wel. En los dat het niet weer bekeken moet worden. De brandweer was toen niet geteld geworden. Ja. Ja, OW, het ministerie van Openbare Werken, was bezig. En ze hebben andere stakeholders erbij betrokken, behalve de brandweer. Als we kijken naar de Johannes Mungerastraat. Dan heb je daar ergens een handelaar die voor veiligheid van zijn klanten een drempel heeft gezet. Maar die drempel zorgt ervoor dat er tot de hoek van Abu er elke dag een file is. Dat is for choice. Ja, ik zou de naam niet willen roepen, maar handelaar. Normaal, okay. Je ziet het toch, is for choice. Sowieso. Begrijpt u? Dus om die mensen heb je nou een hoe noem je maar dat? Ze hebben toestemming van OW, denk ik, want je kan niet zomaar een drempel plaatsen. Oké, dan heb je nou een tweede. Die is Kirpelani, die heeft ook een drempel voor zijn dingen. Ja. En wat ga je morgen hebben? Dat je overal mensen hebt die gaan vragen voor drempels. Maar wat about het verkeer? Wat about het brandweer met sirene? Politie sirene? Waar gaan we naartoe? Snap je mee? Ik dacht altijd van het is gewoon vanuit de overheid dat de Maputo een drempel naar de prespressie. Maar het zijn die ondernemers die vragen. Ik weet niet of ze gevraagd hebben. Want je kan er niet zomaar plaatsen. Dat is zo, maar het is voor een winkel. Het is voor een winkel, ja. Maar je moet kijken, wat zijn de voor- en nadelen van? Ja, ja. Snapt u mee? Mm-hmm. Ja. Nu, jullie zijn klaar met Weidenstraat? Oba? Helemaal, ja. Hoe levering die politie dus? Ja. Ja, ja. Wat hebben jullie hieruit kunnen halen? Nou,
in elk geval dat de eigenaren van de panden, die hun panden niet verhuren aan anderen, erop letten dat er geen dak- en thuislozen ingaan, dat ze hun panden ook op tijd schoonmaken. Want het kan zijn dat een onschuldige zijn of haar huis ook in brand staat, doordat jij je huis niet hebt laten beveiligen. Snapt u? Ja, ja. En natuurlijk ook moeten de mensen hun woning laten verzekeren. Het lijkt een dure grap, maar je kan hem in kavels betalen. Je kan met de verzekeringsmaatschappij praten. Want het is jammer dat je iets jaren hebt opgebouwd en binnen een fractie van een paar minuten kwijtraakt. Ja. Ja, ja. En met dit, nu is het, nu hebben we toch wel veel zon. Ja. Wat is uw advies aan het einde van dit gesprek? Ja, in elk geval willen we de mensen vragen als ze buiten gaan. Vooral in deze droge tijd gaan ze veel buiten de stad. Laat ze letten op je kinderen. Een beetje de telefoon terzijde leggen als de kinderen in het water gaan. Ja, ja. Als je naar buiten gaat, trek een bril op om je ogen te beschermen tegen de ultraviolette stralen die vrijkomen. Draag goede kleding om je huid ook te beschermen tegen de hitte. Geen vuil verbranden. Absoluut geen vuil verbranden. Het is verboden. Niet in een vat, niet in een kuil, niet op de berm. Het is verboden. Maar de overheid helpt ons niet daarmee, hè? Kijk, look hoe iedereen heeft vuil nu. Ja. Iedereen heeft wel eens, enige manier dat je kan doen, dan doet die bromming of weet ik veel. Ja, maar we komen ook met voorstellen naar de mensen toe om het in collectief verband, zeg maar 5-6 mensen in de straat, een vuil bijeen te zetten of een auto te laten huren, een pick-up om hem dan te vervoeren naar de openbare vuilstortplaats of naam je boven. Dus je leert dus maar dat ik overheid hoor, Abraham. Nee, dat niet. Maar, maar er wordt geen grofvuil opgehaald. Ja, ja. Ja, alleen huisvuil. Ja. En dan zit je ermee. Wat ga je dan doen? Je gaat hem verbranden. In plaats dat je hem verbrandt, dan laten we hem dan in een collectief verband wegbrengen. Ja. En dan komt het je veel goedkoper uit. Precies, precies. Ja. Want bijdrage is dat ook zelf kan leveren. Ja, precies toch. Ja, ja. Tot slot, wat geeft u mee, meneer Alten Pinas? Ja, tot slot. Ik zei het al, laat je huis verzekeren. We gaan zo meteen de kerstperiode in. Vuurwerkperiode, waarbij we de mensen zullen vragen om voorzichtig met vuurwerk om te gaan. Ook al bij het kopen en aansteken van vuurwerk voorzichtig te zijn. Mm-hmm. Omdat voorkomen is beter dan blussen. Ja. Ja. Voorkomen is beter dan blussen. Dat is een mooie. De heer Alten Pinas, dankjewel voor het welkomen. Het was een spontane uitzending met u. Thank you. Ja, maar wat flexie, want hij was... U was bij... Pas toekomstweg. Ja, pas toekomstweg, ja. En aan mijn rekel, dat vinden wij heel geweldig. We gaan eruit voor wat deze live uitzending betreft. Blijft u kijken. Om 1 uur is meneer Oostburg in de uitzending. Tot zo.